Ah, Mr. Bolton, A thank you so Good much. Say, yeah. John Bolton, al decennia een machtig republikein, ambassadeur bij de Verenigde Naties en in de regering van Donald Trump, de nationale veiligheidsadviseur. De man die Trump op de hoogte bracht van oorlogen en terreurdreigingen. Die John Bolton is nu tegen Trump. I don't think Trump is fit to be president, particularly in the national security uh, field, because he doesn't believe in anything other than the greater glory of Donald Trump. Trumpillo jaren dat Amerika zich terugtrekt van het wereldtoneel. I'll tell you about NATO. It's obsolete and we're paying too much money. In 2018 slaagde Bolton er net in om te voorkomen dat president Trump uit de NAVO stapte. I got to the embassy and met with him and and he said uh, I think we should withdraw from NATO. All of us spent the next several hours trying to talk him out of it. Hij voorspelt: terug in het Witte Huis verlaat Trump de NAVO alsnog. Many people say he's not really going to withdraw from NATO. It's just a bargaining tactic. That's a very grave error. Uh, I think he wants to get out of NATO, and he will find a way to say we're not being treated fairly by the Europeans. And what would happen to NATO? Uh, even discussing whether uh, the U.S. should withdraw from NATO would cause irreparable harm to the alliance. Mensen die met Trump samenwerkten en hem dus echt goed kennen... smeken kiezers om hem niet terug te sturen naar het Witte Huis. Trumps voormalige minister van Justitie, twee ministers van Defensie... twee mannen die als chefstaf het Witte Huis aanstuurden... allemaal zeggen ze hij is een gevaar. Dat roept zelfs de man die Trumps trouwe vicepresident was. I, I cannot in good conscience endorse Donald Trump this year. Bolton denkt dat Trump Europa de rug toekeert... en daarmee autoritaire leiders als Poetin in de kaart speelt. While it's popular... And Many parts of Europe to criticize the United States. I'll just tell you, you're going to miss us when we're gone.